Wij zijn Peter en Lieven, we hebben samen dit boek geschreven, Insecten, met allerlei leuks over de insecten die nu aan het wakker worden zijn in de lente. Er staat een heel hoofdstuk in over mieren, bijen en wespen. Ja. Allemaal familie van elkaar. Allemaal familie. Ja, en jij hebt iets leuks in je zak zitten, Peter. Ik heb iets leuks en niet heel angstaanjagend voor veel mensen in mijn zakken zitten. Namelijk een hoornaarkoningin. Een winterslapende hoornaarkoningin. Ja. Ik heb ze 2 weken geleden onder de schors van een boom gevonden. Ik heb ze mee naar huis genomen, in de koelkast bewaard, in de hoop dat ik ze misschien binnen een paar weken kan laten ontwaken. Mag ik dat eens vasthouden? Jij mocht even niet opnijpen. Kan dat steken? Ja, ze wakker is wel, maar nu niet. Ah, dus als slapend kan die niet steken? Nee, nee, nee. Man. Binnen enkele weken worden die dieren wakker en dan gaan die helemaal alleen een kolonie stichten. Dus een wespennest. In de zomer, als dat op volle sterkte is, dan komen er nieuwe koninginnen, komen er prinsessen en mannetjes. Die paren, die vliegen uit. Die nieuwe prinsessen, die bevruchte koninginnen, die gaan terug de grond in, opnieuw winterslaap. En die komen het volgend voorjaar opnieuw uit en die starten een nieuwe kolonie. De rest van de kolonie die gaat eigenlijk allemaal dood vanaf het moment dat het begint te vriezen. Honingbijen en mierennesten, die blijven meerdere jaren bestaan? Die blijven meerdere jaren bestaan. Wespennesten en hoornaarnesten? Heel het nest sterft uit. Ja. En enkel een nieuw geboren koningin, die gaat helemaal alleen een plekje zoeken. Ja, dat klopt. Helemaal alleen. Die zoekt een ruimte, die legt daar eerste eitjes, daar komen eerste werksters uit en dan ontstaat heel het nest opnieuw dat jaar. Ja. Waar zij mee begint, ze gaan niet alleen die eitjes leggen, maar ze gaan ook aan het nest beginnen. Hè. Ze bouwen zo'n omgekeerd parapluutje en daar gaan zij de eerste celletjes bouwen. En als de eerste werksters uitkomen, dan beginnen die pas aan het grote werk. Gaat die nu wakker worden van de zon als we die hier te lang laten liggen? Als je die lang laat liggen, zou dat wel kunnen, ja. En jij bewaart die in je ijskast? Ja. Dus als familielid van een entomoloog vind je af en toe tussen de yoghurt en de salami een paar wespen en slapende... Ja, of een mierennest.